Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb voor jullie mijn allereerste AliExpress shoplog. Ik heb volgens mij rond september ongeveer een aantal pakketjes besteld bij AliExpress of een aantal artikelen. En inmiddels heb ik alle producten binnengekregen. En kan ik gaan laten zien welke producten ik heb besteld op AliExpress. Het was mijn allereerste bestelling en het heeft best wel een tijdje geduurd voordat ik de stap durfde te nemen. Want ik wist nooit of dat producten echt aan zouden komen. Maar op YouTube verschenen er eigenlijk heel veel shoplog video's van AliExpress aankoopjes. Dat ik dacht, oké, het zal wel gewoon echt aankomen. Toen bestelde mijn zusje toevallig ook iets op AliExpress en dat kwam ook heel goed aan. Toen dacht ik van, hey, laat ik ook eens rond gaan kijken op AliExpress. En dat is gelukt. Ik heb een mandje vol met pakketjes en ik moet erbij zeggen, ik heb de pakketjes wel al opengemaakt om te kijken of dat het product goed was aangekomen en of dat allemaal klopte. Dus het is voor mij niet meer een verrassing, zeg maar, om het open te maken. Evengoed vind ik het wel leuk om te laten zien welke spulletjes ik dus bestelde op AliExpress. Ik zal de prijs die ik voor de producten heb betaald in beeld zetten. En ook het aantal dagen voordat het bij mij gekomen is, zal ik erbij zetten. De eventuele verkooplinkjes, mochten die nog beschikbaar zijn, die zet ik in de beschrijving hier beneden. Maar het kan natuurlijk zijn dat een verkoper ineens ophoudt met het verkopen van een bepaald product. En dat is ook een beetje het verschil bij de prijzen. Prijzen kunnen ineens onwijs omhoog gaan of omlaag gaan. Dat weet je gewoon nooit op AliExpress. Maar goed, als jij AliExpress shoplogs ook zo leuk vindt, doe dan zeker alvast je duimpje omhoog. En kijk even gezellig mee naar mijn aankoopjes van AliExpress. Ik krijg gewoon random pakketjes uit het mandje. Dus ik weet ook van tevoren niet wat ik grijp. Ook al zijn de pakketjes dus al wel open. Ik heb hier een choker. En dit zijn natuurlijk van die kettingen. Ik heb nu ook een choker om, overigens, die strak om je nek heen gaan. En dit is wel een hele toffe. Want dit is een zwarte velvet choker en hier zit dus ook nog een hanger aan met een staafje. Dit is een zilveren variant. Ook hier zit een zilver dingetje aan. Je had ze ook in het goud, maar ik vind zelf zilver altijd net iets mooier. Ik vind dit echt super tof. Ik vind het een hele mooie choker. Het is een soort velvet choker. Je had de choker trouwens ook in verschillende kleuren. Ik vind hem echt super tof. Ik vind gewoon dit accessoire eraan, vind ik gewoon, ja, dat maakt een choker nog net weer iets bijzonderder. Ik zal ook eventjes laten zien hoe de choker bij mij staat. Dat vind ik nu niet zo handig, omdat ik een beetje met het licht zit. Dus is het niet zo goed zichtbaar. Maar daar zal ik de beelden van ook gewoon eventjes erin plakken. Dus die zie je gewoon ook nog bij. Ik vind het, ja, ik ben echt heel erg blij met deze choker. En ik verbaas me er gewoon ook over dat de chokers bij AliExpress zo goedkoop zijn. En dat ze daar dan zo makkelijk te krijgen zijn. Terwijl het in Nederland best wel moeilijk was om een choker te verkrijgen. Maar ik ben echt super blij met deze choker. Dan het volgende pakketje. En deze zit gelukkig heel erg goed verpakt. Daar ben ik heel erg blij mee. Dit is namelijk een make-up brush cleaner. En dit is gewoon, dit is het bakje, zeg maar. En hier binnenin zit dus een spons. Waarmee je bijvoorbeeld je oogschaduwkwast eventjes tussendoor zou kunnen reinigen. Het is niet de vervanging van je volledige wasbeurt die kwasten gewoon eens in dezelfde tijd nodig hebben. Maar dit is gewoon puur dat als jij bijvoorbeeld net een bruine oogschaduw hebt gebruikt op een kwast. En je wilt die kwast graag weer gebruiken voor een andere kleur. Dat je hem eventjes hier doorheen kunt halen. Dat die bruine kleur eraf is. En dat je hem weer kunt gebruiken voor een andere kwast. Volgens mij is dit ook droog. Ja.
Nee, je ruikt verder niks. Dus ja, als het goed is kun je hier dus je kwast mee gewoon even tussendoor eventjes schoonmaken, zodat je hem gewoon weer even kunt gebruiken. En even kijken. Je kunt de spons ook wassen, staat achterop. Dus deze spons binnenin kun je ook wassen. Met fragrance-free soap en warm water. Nou ja, super tof. Ik was hier een beetje bang voor of deze goed zou aankomen. Want ik had dus deze ook bij een andere AliExpress shoplog gezien van een andere YouTuber. En daar was hij het blikje best wel gedeukt. Die was niet helemaal goed aangekomen. Dus ik was blij dat hij zo goed verpakt was en helemaal goed is aangekomen. Maar ik ben echt heel erg benieuwd om dit te gaan proberen. Want ja, ik kom regelmatig tot de conclusie dat ik eigenlijk die kwast nog een keer wil gebruiken en dat dat dus niet kan. Dus hier ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Dan alweer het volgende pakketje. En dit is een selfie ring light. En ja, dit is dus. Ik ga hem er even uithalen. Dat kan ik toch praat ook wat makkelijker, misschien. Dit is zo'n dingetje die zet je op je telefoon en daar kun je dus selfies mee nemen. Dan kun je het lichtje aandoen. Er moet een batterij in op de achterkant. Ik kan eventjes kijken of ik deze wel eventjes aan jullie kan laten zien. Dat is misschien wel eventjes leuk om te laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Moet ik even kijken of ik hier batterij voor heb, want volgens mij gaan er dunne AA-batterijen in. Die ga ik even pakken en dan zal ik jullie wel eventjes laten zien wat hier dan de bedoeling van is. Ik heb hier mijn telefoon en dan is het dus de bedoeling dat je deze op je telefoon klikt. Er zitten trouwens, ik weet niet of dat te zien is, maar er zitten wel beschermingsnopjes op. Dus je kan je telefoon er niet mee beschadigen. Die zet je dan dus over, eigenlijk zo op. Ik zal even dit ding uitzetten. Dan heb je hier bovenop een knopje. En dan heb je dus stand 1. Stand 2. Volgens mij wordt het heel raar beeld zo. En stand 3. En dan zet je hem weer uit. En hiermee kun je dus eigenlijk jezelf verlichten tijdens het maken van een selfie. Je hebt deze in verschillende kleuren. Ik heb voor zwart gekozen. Dat gaat dan om de huls, zeg maar. Je hebt deze ook in het wit, maar ook in het roze, geloof ik. Ik ben voor zwart gegaan, want ik ben ja, gewoon best wel iemand die van zwarte producten houdt. Even kijken of ik die batterij er nou ook uit krijg. Maar ik had dit al bij verschillende YouTubers ook gezien. Ik vond dit er heel tof uitzien. En ik weet ook dat je bijvoorbeeld die cases hebt van Luminé of Luminés. Maar die krijg je heel moeilijk weer van je telefoon af. En ja, dit is natuurlijk gewoon super handig. Vooral ja, als je een beetje foto's wilt nemen als het al wat schemerig is, is het natuurlijk super leuk dat je gewoon wat extra verlichting krijgt. Ja, volgens mij krijg je hier een soort selfies mee die Kim Kardashian of zo ook wel maakt met zo'n verlichting. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk bedacht. En ik ben heel erg blij met deze selfie-lightring. Dan het volgende pakketje. En dit is een heel erg tof item, vind ik zelf. En dit is de Vamp Stamp. Het is een stempel om een eyeliner mee te stempelen. Dus ik heb de medium variant. Je hebt volgens mij meerdere maten. Ook een small en volgens mij ook een large. Maar ik ben dus voor medium gegaan. Hier staat links en hier staat rechts. En dan kun je, ja, dit kun je op verschillende manieren doen. Je kunt hem gewoon in een liquid eyeliner dopen. Maar je kunt er volgens mij ook wel met een kwastje eyeliner op aanbrengen. En dan kun je dus gewoon een perfecte wing stempelen. Dit leek mij ideaal, want ik vind wingstrekken vind ik best wel lastig. Ik vind het gewoon nog niet zo heel gemakkelijk dat ik het even uit de losse pols doe. Ja, dan moet het ook weer gelijk zijn. Dat vind ik gewoon niet zo heel gemakkelijk. En toen kwam ik dus deze tool tegen. En dit leek mij gewoon super tof. Ja, en misschien kun je hier wel hele mooie wings mee zetten. Overigens test ik in deze video de producten niet uit. Mocht er een product bij zitten waarvan je zegt, nou, daar zou ik eigenlijk best wel
een first impression video van willen zien, mag je dat natuurlijk altijd even achterlaten in de comments. En ik denk als je mijn vlogs volgt dat je ook de producten nog wel regelmatig terug gaat zien komen in mijn video's. Dus ja, ik vind dit ook echt een heel erg tof item. Dan heb ik dit pakketje. En dit is een heel plat pakketje. Dit zijn namelijk chokers ook. Maar dit zijn die hele ouderwetse chokers. Dit zijn gewoon die tattoo chokers. Ja, die je in... Ja, wanneer was dat? Was dat volgens mij rond de jaren 90? Nee, 2000 geloof ik ongeveer. Dat je deze... ja, die had je zo'n tattoo hype. Je had er kettingjes van, armbandjes, ringetjes... ik zal er even één openmaken. Je krijgt er twee voor het bedrag wat in beeld staat. Dus dat is echt super goedkoop. Ik wil wel even voelen hoe de kwaliteit is. Dit is een soort jeugdsentiment voor mij. Dit is echt iets uit mijn jeugd wat ik gewoon vroeger heel erg tof vond. Oké. Ja, dit trekt gewoon mee, zeg maar. En dan kun je hem gewoon omdoen. Superleuk. Ik zal eventjes foto's in beeld plaatsen hoe het eruit ziet als ik het draag. Want het is een beetje slecht licht nu met filmen en ik denk dat het niet zo goed opvalt. Maar dus deze twee tattoo chokers. Ik vind het ook wel fijn dat je er twee krijgt. Want ja, stel dat ik ga er best wel van uit dat ze misschien best wel snel kunnen knappen of iets dergelijks. Dan heb je altijd nog een reserve en... Ja, net wat ik zeg, weet je, ze zijn super goedkoop. En ja, ik vind het wel gewoon een heel erg tof ding. Omdat het gewoon iets is wat van vroeger is. En wat ik vroeger gewoon heel erg leuk vond. En toen ik ze op AliExpress tegenkwam, dacht ik, oké, deze ga ik echt zeker kopen. Dan dit pakketje. En dit is een telefoonhoesje voor mijn iPhone 7 Plus. Alleen deze is helaas niet helemaal heel aangekomen. Ik zal even laten zien hoe dat... komt. Dit is namelijk het hoesje. Dit is gewoon een hoesje met een klepje. Hier kun je dus je telefoon in doen. Nou, super prima. En dan heb je hier aan de zijkant kun je dus iets aanhangen. En dan zit er ook een touwtje bij. Deze. Maar het klipje is afgebroken. Dit is het andere stukje. Deze horen dus op elkaar te zitten, zodat je hem kunt openklippen. Nou, deze was dus al gebroken aangekomen. Ik heb hiermee contact gehad. Hierover contact gehad met de verkoper, moet ik zeggen. En ja, dat werd eigenlijk niet helemaal opgelost. Het duurde best wel lang voor de reactie kwam. En het was veel wachten en ja, dat soort dingen. En er zat bij deze ook expliciet een kaarsje of je geen bedankt dat je dus hebt gekocht, maar of je dus geen dispuut wilde openen als er problemen waren. Nou, dat was ik ook als eerste niet van plan. Ik had wel gewoon gemeld bij de verkoper van, nou ja, dit is gebroken en ja, ik vind het wel heel erg handig om dit er dus gewoon aan te hebben. Maar ja, goed, kan gebeuren. Dus wat contact heen en weer gehad, maar er kwam eigenlijk niet helemaal een gewenste oplossing uit. Uiteindelijk toen hoorde ik echt weken niks meer. Toen heb ik toch een dispuut moeten openen. En ik heb van dit hoesje dus uiteindelijk gewoon mijn geld terug gehad. Omdat dit gewoon niet helemaal goed ging. Dus dit was het enige dingetje wat kapot is aangekomen dan. Dan alweer het volgende pakketje. En deze zit echt super goed verpakt. Deze zit ook helemaal met een soort van... Ja, het is niet echt piepschuim, maar het is wel een heel stevig materiaal. Zit dit verpakt. En dit is een close-up lens. Camera close-up lens voor de Instax Mini 7 en de 8. Er zit ook een spiegeltje op, waardoor je volgens mij ook selfies kunt nemen. Ik vond, dit leek me wel heel tof. Ik heb zelf de Mini 8 variant. Ik kan hem trouwens wel eens eventjes hier uithalen. Even kijken hoe dit aanvoelt. Zodat je hem ook van dichtbij kunt zien. Dan zie je hier heel duidelijk een soort van spiegeltje. En dit is het lensje. En ja, ik
weet niet hoe dit precies werkt, maar dit zag er wel gewoon super tof uit. En ik dacht, ja, ik ben hier wel heel erg benieuwd naar. Even kijken wat er achterop staat. Er staat alleen op hoe je hem erop aanbrengt en er weer terug afhaalt. Daar heb je niet zoveel aan. Maar, nou ja, hier zou je dus ja, nog toffere foto's mee kunnen krijgen met je Instax-camera. En ja, ik vond dit gewoon wel een heel erg tof eruit zien. Dus ik dacht, ja, die wil ik zeker gaan proberen. Ja, zodat ik misschien nog wel leukere foto's kan maken met mijn Instax-camera. Dan ben ik toegekomen bij het allerlaatste pakketje en dat is deze. Deze past overigens niet in mijn brievenbus. Zit ook weer super goed verpakt. Ook weer met dit spul erachter. Dus dat vind ik wel super tof. En dan heb ik een doosje. En dan denk je, wat is dat? Want hier zie je het nog niet aan. Ik ga hem er even uithalen. Dan heb ik dit apparaatje. En in dit apparaatje horen batterijen. Het zijn grote batterijen die hierin moeten. Die heb ik niet, dus ik kan hem ook niet testen. Maar net wat ik al zei, je zult producten ook nog wat terug zien komen in de vlogs. Hierachterop zit ook een magneet overigens. Wat is nou de bedoeling van dit bijzondere apparaatje? Je kunt hem aanzetten. Ik weet alleen niet zo goed hoe dat dan werkt. Want ja, het is natuurlijk allemaal Chinees. Ja, dat moet ik even opzoeken, maar je kunt dit apparaatje aanzetten op een of andere manier. Volgens mij. Zo. En dan kun je dus, hier, deze wordt dan dus warm. En hiermee kun je dus verpakkingen dichtmaken. Dus ja, stel je voor je hebt een zak chips en ja, je hebt die zak tot de helft leeg gegeten en op een gegeven moment, ja, ik zit wel vol, ik hoef niet meer. Dan kun je dus met dit apparaatje heel gemakkelijk die zak weer dichtmaken, zodat die eigenlijk luchtdicht is, waardoor je chips vers blijft. Ik vond dit wel echt super ideaal. Ik weet ook dat je van die klemmen hebt, maar ik vond dit wel een grappige uitvinding toen ik deze zag. En ik dacht, hé, dit wil ik wel eens proberen. Nou ja, goed, ik weet dus inderdaad nog niet of dat het echt werkt, omdat ik dus geen batterijen heb en het ook niet kan testen. Maar ja, ik vind het er wel heel tof uitzien. Je hebt deze in verschillende kleuren. Was ook super cheap natuurlijk. Ja, eigenlijk is bijna alles op AliExpress super cheap. Dus ik vond dit echt een heel tof dingetje. Dus ja, ik ben heel benieuwd of dat deze echt werkt. Dan waren dit alweer al mijn aankoopjes die ik deed op AliExpress. Ik ben zo blij dat ik eindelijk deze video heb op kunnen nemen. Want ja, ik wilde dit gewoon al zo lang doen. En dan wil je toch nog wachten tot echt alle pakketjes binnen zijn. Dus ik, ja, was zo blij toen alles binnen was dat ik deze video eindelijk voor jullie op kon nemen. Ja, ik ben echt heel erg blij met mijn aankoopjes. Zoals ik ook al zei in de video. Sommige dingen die moet ik ook nog gewoon even testen hoe het in zijn werk gaat. En of dat alles het goed doet. Maar ja, ik ben eigenlijk heel erg tevreden over mijn allereerste bestelling op AliExpress. Ook dat het heel erg makkelijk ging nadat ik dat kapotte accessoire had ontvangen bij dat hoesje. Dat dat gewoon heel goed werd opgelost. Dus ja, daar ben ik wel heel erg tevreden over. Ik hoop dat je deze AliExpress video leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal? Wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's? Kun je natuurlijk altijd even gratis abonneren. Ik moet zeggen dat ik het shop op AliExpress heel leuk vind. En ik binnenkort zeker weer een bestelling ga doen. Dus ja, je kunt zeker meer van dit soort video's op mijn kanaal gaan verwachten. Dus ja, ik vond het in ieder geval super leuk. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je graag weer bij de volgende video. Doeg!